Begraven worden in de natuur, de opvallendste reacties op het nieuws via de social media en een boze Ronnie Ruijstraal. Je ziet het nu in een gloednieuwe Wat zegt het volk? What does the fox say? What the fox say? Niet een heel vrolijk onderwerp om het seizoen mee te beginnen, maar we gaan het hebben over begrafenissen. Of beter gezegd, natuurbegraven. Het begraven in de vrije natuur lijkt in populariteit te stijgen en de provincie Gelderland wil dat dan ook mogelijk gaan maken. De vraag is alleen of je dat ook echt moet willen als je van de natuur houdt, want er is veel ruimte voor nodig en bijna alle gevallen moet er één of meerdere bomen gekapt worden voor elk graf dat wordt aangelegd. Eigenlijk breng je dus juist schade toe aan de door jou zo geliefde natuur. Ik ben Kathleen van Akker en ik maak me zorgen over het feit dat heel veel mensen zich in een bestaand bos willen laten begraven. Stel dat je hier begraven zou willen worden, tussen deze bomen, dan bijvoorbeeld hier. Dat betekent al dat deze boom weg moet. Dus in principe is het eigenlijk onmogelijk om te natuurbegraven in een aangesloten bos. Daar moet dan gekapt worden. Nu de provincie het toestaan hiervan in overweging neemt, ben ik benieuwd hoe de Nijmegenaren over dit fenomeen denken. Zou er een mogelijkheid voor moeten komen of juist niet? What the fuck say? Twitter mee over de actuele nieuwsonderwerpen via @altijdn1 met hashtag WZHV. What the fuck say? Mijn broer is gisteren begraven, natuurbegraafplaats, prachtig. Natuurgraven, wat zijn dat? Nou, dat vind ik wel een goed idee, maar vooral voor mensen die niet veel bezoek willen hebben op hun graf. Ja, als je dat per se wil, dan moet dat kunnen, ja. Nou, vind ik wel goed dat het kan, dat het zou kunnen, denk ik. Ja, dat vind ik heel interessant en ik vind dat wel beter dan op normale begraafplekken. Want ik ben echt een persoon van de natuur, ik hou van de natuur. En dat is ook echt mijn thuisplek, daar voel ik me thuis. Zou je dat zelf ook willen? Ja, zeker. Ja. En ook als we aantekening maken dat per graf 1 à 2 bomen gekapt worden. Dus voor massaal mensen die dan begraafd moeten worden en die keuze maken. Wat zou je daarvan vinden? Dan wordt de keuze alweer wat lastiger. Ja. Ten koste van de natuur in ieder geval dan weer wat opofferen. Dus daar zou ik er nog eens een keertje over na moeten denken. Ja. Ik hou van bomen, ik hou van planten. Van begraafplekken hou ik niet van, maar ja. En wat vindt u van natuurgraaf? Doen? Ik zou dat zelf dolgraag willen. Dat vind ik een heel goede zaak. En waarom vindt u dan een goede zaak? Omdat je op die manier mensen die toch al willen in de natuur zitten, ook zich daar mee kunnen verenigen. Wat als nou per graf, dus zouden we zeggen alle mensen massaal genomen, 1 à 2 bomen gekapt moeten worden? Wat vindt u daar dan van? Daar ben ik minder enthousiast over. En zo ook niet eens voor nodig. En hoe zou dat eruit komen te zien? Niet, dat komt er niet uit te zien. Want daar komt niks aangeduid dat daar iemand ligt. Tegenwoordig is het ook zo dat, of tegenwoordig is het altijd natuurlijk zo, 1 à 2 bomen worden gekapt ook per graf. Bent u het dan mee eens dat de provincie het door laat gaan dat er natuurgraven mogen komen? Mijn achternaam is Boom, dus er worden absoluut geen bomen gekapt. What the fuck say? Ronnie Ruijstraal kennen we allemaal als Nijmeegs grootste feestbeest. En zeker niet als iemand om ruzie mee te krijgen. Toch is het Facebook afgelopen week wel gelukt om de ex-Johnny-zanger tegen hen in het harnas te krijgen. Zijn nieuwe videoclip voor het nummer Oktober, dat heel toepasselijk over Oktoberfeesten gaat, werd namelijk door Facebook verwijderd van sociale media. Vanwege een décolleté die in de clip te zien was. En ja, dat kon natuurlijk echt niet. Wees gewaarschuwd, het volgende fragment kan schokkende beelden bevatten. Zegt de kalender, daar is die weer. Dus zeg ik keer op keer. Het kan aan mij liggen, maar volgens mij valt het nog wel mee. Ik ben benieuwd wat Nijmegen zelf hiervan vindt en hoeveel verder Ronnie had kunnen gaan volgens hen in die clip. What the fuck say? Facebook heeft het als genoeg reden gezien om dit van Facebook af te halen. Nou, dan moeten ze maar eens een keertje komen rondkijken hier in de stad. Schendend? Mm-hmm. Onkuis, zo. Dat zou niet mogen. Aanstootgevend. Nou, die man is niet goed snik. Wie beweert dat het schendend is? Ja, hij is verschrikkelijk dit. Nee. Boven, die zijn nog netjes bedekt ook nog. Hier aan de bovenkant. Nou, ik vind het niet echt aanstootgevend nog. Volgens mij is er geen tepel te zien. En was dat het criterium voor Facebook, toch? Zo, had hij nou een eigen titel dan of zo? Komt de platweg wel op neer. Nee, okay. En wat moet ik daar een mening over hebben? Ik heb er geen probleem mee dat het, waarom ze het verwijderen, weet ik niet. Vrouwen hebben toch borsten, dus waarom zou het niet vooruit kunnen komen? Dus. Ik vind dat iedereen mag kunnen plaatsen wat hij wil.
Ik vind het ook geen goede reden. Aan de andere kant vind ik het ook niet zo'n bijster leuk plaatje. Maar ik zit niet op Facebook. Had het erger gekund dan dit? Nou, volgens mij is het enige criterium van Facebook blote tepels. En dat vind ik ook onzin, want als je borstvoeding laat zien, dan moet dat ook kunnen, toch? Ja. In Nederland geldt de vrijheid van meningsuiting. En ja. Jij zegt dit moet kunnen? Ja, dat moet kennen. Nee, ik vind het zelf belachelijk. Het maakt er niet heel veel uit. Maar we komen uit een grote stad. Dus dit is niet echt heel buitensporig, vind ik. Wij zijn wel wat gewend in Nederland. Ja, precies. Ja. Zeker wel. Er zijn toch een heleboel blootblaadjes. Vindt u dat het moet kunnen? Nou ja, dat moet je zelf weten. Ik weet niet. Ik zal er niet verder ook niet moeilijk over doen als ik gewoon niet ruis daar was geweest. Maar ik vind het niet echt aanstoot geven. Had Ronnie hierin nog verder kunnen gaan? Nou, of hij dan verder moet gaan, dat is dan weer een tweede. Maar ik vind dit nog wel kunnen. Nou, nee, ik hou niet zo van dat platte gedoe. Waar zijn je dit hebben? De vraag is eigenlijk, had Ronnie nog verder kunnen gaan dan dit? Nou, van mij mag het idee zeggen. Dat is wel belachelijk. What the fuck say? Een uitzending van Wat zegt het volk terugkijken doe je via youtube.com/altijdn1. What the fuck say? Tot zover Wat zegt het volk voor deze week. Geef ook aankomende week weer volop je mening over het nieuws op onze Facebookpagina. facebook.com/altijdn1. Heb je tips of ideeën voor komende uitzending? Mail deze dan naar redactie@n1.nl. Tot volgende week. What do you think?